Het begint allemaal bij een goede motivatie. Het betreft een startersfunctie, dus je hebt geen ervaring nog nodig. Wel moet je over een aantal competenties beschikken. Deze brengen we in kaart door de klantenservice test. Zo weet jij heel snel wat jouw sterke competenties zijn. Ook bieden we een aantal klantenservice trainingen aan om je klaar te stomen voor de functie van klantenservice medewerker. Nee, er is geen specifieke vooropleiding nodig voor de functie van klantenservice medewerker. Het is ook niet altijd nodig om een mbo-diploma te hebben. Wel moet je voor de functie van klantenservice medewerker beschikken over een mbo-werk- en denkniveau. Verder is het belangrijk dat je communicatief vaardig bent, goede luistervaardigheden hebt en kunt multitasken. Klantenservice medewerkers werken bij verschillende bedrijven, van kleine bedrijven tot grote multinationals. Ook in verschillende branches, zoals techniek, overheid, logistiek. Wij gaan samen met jou kijken wat het beste bij jou past en kennis maken bij verschillende bedrijven om een passende plek voor je te vinden. De meeste vacatures voor klantenservice medewerker geldt een beschikbaarheid van minimaal 24 uur per week. Maar meer of minder kan ook. Dus je kunt het bijvoorbeeld ook combineren met een studie of een eigen bedrijf. En ook zijn er voor deze functie vaak thuiswerkmogelijkheden. Nee, dat klopt niet helemaal. In de huidige tijd is het zo dat je met bedrijven op verschillende manieren contact kunt zoeken. Dus ja, ook via de telefoon, maar ook bijvoorbeeld chat, e-mail of via social media, zoals X, Facebook of Instagram.